Welkom bij een nieuwe video van Cursus Gimp met Marielle. In deze video ga ik een foto omzetten in sepia. Dan krijg je dit effect. En ik ga ook nog even laten zien hoe je dan ook nog het echte uitgebleekte foto effect kunt maken. Het gaat allemaal in dezelfde filter. En je hebt er geen externe filters voor nodig, dat kun je gewoon met Gimp zelf doen en het is echt heel simpel. Dit is de oorspronkelijke foto. Je gaat dan naar kleuren, dan ga je naar verkleuring en dan bij tint, daar kun je dat schuifje naar beneden schuiven totdat je ongeveer bij een beetje een bruinige kleur uitkomt, zoiets. En dan kun je bij verzadiging kun je hem nog iets lager zetten. Zoiets. En dan heb je dus een sepia kleur. En dan als je dan op oké klikt, dan heb je één foto gewijzigd in sepia. Nou, je kunt dan eventueel de lichtheid kun je dan nog omhoog en omlaag zetten. Als je hem heel hoog zet, dan krijg je echt dat hele oude verbleekte foto effect. En bij lager krijg je, wordt je foto gewoon wat donkerder. Dus het is precies maar net wat je mooi vindt. En je kunt eventueel ook zelf een kleur kiezen. Dan klik je op die gekleurde balk. En dan kun je bijvoorbeeld zelf een kleur maken. Dan maak je een groene. Dat is dan wel geen sepia. Maar als je sepia zoekt, dan moet je die zoeken tussen geel en rood in. Dan klik je een beetje hier op die oranje kleur. En dan kun je hier met die schuifjes kun je dan zelf bepalen welke sepia kleur je het mooist vindt. Dus als je nog niet helemaal zeker weet en als je dat dan live wilt zien op je foto, kun je dat het beste op deze manier doen. Nou, je kunt hem altijd iets te donker maken, want lichter kan altijd. En dan klik je op oké en dan kun je hier met lichtheid kun je dan bijvoorbeeld nog spelen naar een lichtere versie of een donkerdere versie. Nou, als je nu een sepia hebt gemaakt waar je helemaal tevreden mee bent en je hebt nog meer foto's die je in dezelfde tint wil maken, dan kun je die instellingen opslaan door te klikken op dat plusje bij voorinstellingen. En dan kun je hier een naam geven. Sepia 2 noem ik hem even. En dan klik je op oké. En dan heb je je instelling opgeslagen. Dan kun je dan checken als je op dat kleine pijltje klikt, dan zie je hier laatst gebruikt en je ziet hier sepia 1 en sepia 2. Je zou dan ook eventueel kunnen kiezen uit laatst gebruikt, maar als je dan al een paar keer aan het oefenen bent geweest, dan kun je daaraan niet meer heel goed zien welke nou juist die ene leuke was die je graag had willen bewaren. Dus je kunt ze het beste maar gewoon een naam geven. Nou, als je dan klaar bent, klik je op oké. En dan heb je dus een foto in sepia. En dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.